doorstootbal 2. Dan ligt die derde bal. Die ligt krappen. Bij de eerste doorstoot ligt hij wat ruimer. Nu ligt hij krapper. Die rode zou er net langs kunnen. Maar in principe is het weer, heb ik begrepen, de middellijn daar. Dus richt je de speelbal op die middellijn. Nou, ook in één keer goed.